Wat? Ah, oké, okay, omdat ik die... Wacht, jij denkt dat als jij een uur doucht, dat jij properder bent dan als jij in 10 minuten doucht. Dag iedereen en welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag zondag en het is 2:20. En ik ga nu eventjes een douche nemen. En daarna ga ik samen met mama en zussen naar het shoppingcenter, want die is open vandaag. Ik ga nu mijn make-up doen. Ik heb juist mijn make-up gedaan en ik ga mijn haar denk ik in krullen laten. Omdat ik 1 geen tijd heb en 2 geen zin. Ik ga mij nu omkleden. Oké, ik ben juist vertrokken. En mijn bus. Ik moet gewoon rechtdoor stappen, maar mijn bus is er binnen 2 minuten. Dus dit is letterlijk snel wandelen. 1.600.000 of zo. Oké, ik ben er echt wel op tijd. Ik was hier. Ik stond hier om 50. Ik hoor de bus. Yes. Ik heb dus zojuist 3 bussen genomen om hier te geraken en ik ben nu bij mijn tussenstop. Ik ruik echt oksels. Heb je dat geroken? Nee, is niet bij mij. Ik heb juist gedoucht. 10 minuten, dus van nu ja. Wat? Ah, oké, okay, omdat ik 10. Wacht, jij denkt als jij een uur doucht, dat jij properder bent dan als jij in 10 minuten doucht. Ja, normaal. Jij was het wel eraf dat er is, hè? Ja, maar als je langer doucht, gaat er meer vuil. Debiel, alert! Kijk, Farah. Dat lijkt toch alsof dat zo gaat, hè? Maar dat is overal even breed. Cool, hè? Oké, Farah vindt het niet zo cool. Hard dat Rihanna aan het slijmen is voor schoenen. Maar nee. Wie vindt hard? Geen mijn moeder. Nee, inderdaad. Maar ik moet dat wel kopen voor haar. Oh, mijn leven. Oké, iedereen. We gaan nu pizza eten. Maar ik ga geen pizza eten, ik ga dingen eten. Zo pasta met... Wat is dat kanaal? Krap. Met krap. Krabby your face. Krabby. Wat is dit? Nee, ik ben aan het wachten op... Komt niemand. De match van Ghana, Congo is bezig en momenteel is het 2-1 voor Ghana. Hoe praat Trump? Kijk. Make America strong. Great. Great again. Hij zegt ook strong. En hij zo, Nora. Waarom voelt je mij? Dat is uw hand. Is met zijn vinger bezig. Een scary movie. Want die F wordt hier niet. Ineens staat er plus 3 minuten. Het wordt gek. Het is nog 3 minuten match. Snapchat. Hij gaat screenshot. Nee, ik kan geen screenshot. Hoeveel is het? Wacht, ik heb het warm gekregen. Ja, en Ghana is schoon uit. Het is 2-1. Wat? Somebody is happy. Ik ben ook blij, kijk, dus ik ging normaal schoenen kopen, maar het voetbalker is dicht. Mijn moeder heeft gezegd, ga dat naar morgen halen. Dus... Ze is blij, ze krijgt morgen haar schoenen. Proficiat. Dank je. Nee, jij wilt niet betalen. Heren. Oké, ja. We gaan dus met de auto. Het is langs hier. We gaan met de auto naar Hoas, want Hanson is erbij gekomen. En dan hoeven we de tram dus niet te pakken. Wie gaat rood met groen is kampioen. En wie is rood met groen? Ik weet dat wel. We gaan het doen. Je bent dom. Je bent rood met groen? Je bent dom. En rood met groen, dames en heren. Wat is er aan de hand? Je hand gaat geamputeerd. Je luistert naar mijn mama. Je bent zot. Uw hand gaat geamputeerd worden. Sophie, je bent uw vinger kwijt. Ik ben niet kwijt. Hé, maar die is dik geworden, hè? Ja. Wat ik aan het zeggen was, voordat Anson begon te huilen, maar ook is aan het spelen tegen Egypte. Ja. De vrije trap tegen.
deze opdruk. Oh, oei, amai, er is iemand verplaatst. Het was even spannend. En daar die bal van Wushufa, heerlijk! Dit over de... Wat gaat het doen, die met de markeer? Hadari, van Stotwari, Hennedy, die brabbel in de Wushufa. Hennedy, is je wel. Check deze. Just Henna, laat het even door. Really. Je mag pas, je mag, ze mag om 5 uur in moeten. Ja, vlieg, ze mag wel om 5 uur, hè? Ik heb een 12-jarig kind, wie gaat u inhuren? Senegal, bien joué. Ik wil weten naar die zus van 20 jaar. Oh, ik wil het niet. Ik wil het niet. Ik I'm going to go to the house. Ja, dat is een probleem. Dat is een 20 keer in een matchje gebeurd. Dat is een 20 keer. Hé, bekend deze, hè? Deze bal. Kan het? En wat is dit? Ja, maar niets. Kijk, dat is een amper goede kwaliteit. Wat is dit? Wat waar ben je? Moet je eten, mag ik dat? Wie droog eten? Als we jij niet eten? Ja. Moet maar uiteindelijk in de halve finale ben ik voor Egypte. Wat? Echt niet? Ja, echt niet, ik ben voor Ghana. Nee, nee, ik ben voor de Arabieren, sorry. Van, dan heeft Marokko tenminste verloren tegen hun ploeg, die gewoon niet. En de villa is bij Karama, is de villa is groot. And where is my key? Is dat beeld? Mhm. Hoi. What? Oh my god, ik heb mijn mascara, dat is niet goed weggedaan. Oh my god, oké, echt. Dat ga ik eventjes doen. Ja, en dat ligt toevallig hier, want ik heb dat gisteren exact hetzelfde meegemaakt. Wat ik dus wou zeggen is, we hebben thuis, we hebben bij mijn ouders nog een beetje taart gegeten en ik ben nu thuis. En ik heb juist een beetje opgeruimd, want het is hier een rommel. Ik ga morgen, ben ik de hele dag thuis, dus ga ik opruimen. Ik heb sowieso niks te doen morgen, dus ga ik daar eindelijk werk van maken. Want check this table. Like, what's going on? Check deze kleren. What's going on? Check die tafel. Oké, dus er is veel aan de hand. Dat ga ik morgen allemaal in orde brengen. Hoop ik. Ik ga niks beloven. Ik ga mezelf ook niks beloven. Eigenlijk zou ik mezelf dingen moeten leren beloven, maar ja, oké. Het moet er echt wel van komen. Maar dus wat ik nu ga doen, is nog TV kijken. Ik heb enkel programma's opgenomen. En dan ga ik slapen. Het was echt een leuke dag. En
deze deur, maar ik heb altijd zo, als ik die deur toe doe, dan gaat die deur daar open. Super vreemd. En daarom dat je dat zo heel rustig moet doen, dan gebeurt dat niet. Ik heb echt dringend tapijten nodig. Maar ik ben dus aan het twijfelen of dat ik binnenkort, alleen zeker niet binnenkort, maar misschien binnen een jaar of zo ga verhuizen. Het was eigenlijk de bedoeling om hier zeker 3 tot 5 jaar te wonen. Maar we wonen iets verder van het centrum van Antwerpen, of toch een beetje iets veel. En dat beginnen we zeker te merken. Soms is dat echt enorm lastig. En is er enorme file, bereik is niet altijd supergoed. Wat dat? Hoe zie ik eruit? Hoe dan ook, ja. Daarom dat ik twijfel of ik nog veel ga schilderen boven of meubels ga kopen die aangepast zijn aan dit huis. Maar ja, oké. Het was echt een superleuke dag. Ik heb ervan genoten met de familie. Het was super druk in het shoppingcenter, maar het was echt heel gezellig en heel lekker. Ik heb niet gefilmd tijdens het eten, denk ik. Het was echt lekker. Ja, dat was het voor vandaag. Bedankt om te kijken en tot de volgende. Love you guys. Slaap wel.